Thema 7, week 4, les 16. Gaan we eerst even weer naar de instapkaart. Ja? En het doel van deze les is dat je leert dat je zinnen op andere plaatsen kunt zetten. In de zin. Dit heb je geleerd. Je hebt geleerd dat je de volgorde van groepjes woorden in een zin kunt veranderen. Weet je nog? In een zin horen groepjes woorden bij elkaar. Die groepjes heten zinsdelen. Zindelen. Zinsstukjes. De volgorde van zinsdelen kun je veranderen. Gaan we naar het voorbeeld kijken. Als je even gewoon naar de kleuren kijkt, dan zie je een rode kleur. Rood, rood, rood. Blauw, blauw. Oranje, oranje, oranje. Groen, 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 groen. Nou, de zin is: mama geeft aan Sil een dik boek. Elk gekleurd stukje is een zinsdeel. Mama zinsdeel, geeft zinsdeel. Aan Sil zinsdeel, een dik boek zinsdeel. Dus ik heb 1, 2, 3, 4 zinsdelen. En dan ga ik de zin veranderen. Dus ik ga elk stukje op een ander plekje zetten. Mama geeft een dik boek aan Sil. Kijk, die twee heb ik omgedraaid en de zin is nog steeds goed. Aan Sil geeft mama een dik boek. Heb ik die twee verwisseld en mama verwisseld. En de vraagzin, geeft mama een dik boek aan Sil? Met een vraagteken aan het einde, hè? Kijk er maar even naar. Gaan we door. Oefening 1. Lees de zinnen op het affiche. Kijk, hier zien wij een affiche, een leuk postertje. Elk zinsdeel heeft een andere kleur. Zet de zinsdelen in een andere volgorde. Gaan we dus dit doen. Kijk, balletschoentjes en een zwaantje. Zin 1. Een voorstelling geven Rosa en Naomi. Een voorstelling is een zinsdeel, geven 1 en Rosa en Naomi 1. Ik zie 1, 2, 3 zinsdelen. Die ga ik nou in een andere volgorde zetten. En dat wordt Rosa en Naomi geven een voorstelling. En dan ben ik klaar. Jullie doen dat met zin 2, 3, 4 en 5. Ja, duidelijk. Zien we nog even Rosa en Naomi die hier een voorstelling geven op een bank of een tafel en de hond kijkt. Ze hebben heel veel plezier, ze kijken blij. Gaan we naar oefening 2. Zet de zinsdelen in een andere volgorde. Schrijf 2 zinnen op. Ik keek naar het ballet van Rosa en Naomi. Dat wordt, keek ik naar het ballet van Rosa en Naomi? Vraagteken. Naar het ballet van Rosa en Naomi keek ik. Ik heb de zinsdelen in een andere volgorde gezet. Een vraagzin en een vertelzin. Dat gaan jullie doen met zin 2, 3, 4 en 5. Kijk maar even. Ja. Nummer 3. Schrijf bij elke foto 2 zinnen. Oh, even gauw naar de foto's kijken. Ik zie een foto inrichten. Ik zie een foto Naomi oefenen. En ik zie nog een foto Naomi en Rosa buigen. Hey, dit zijn werkwoorden, doewoorden. Gebruik het werkwoord bij de illustratie. Ga ik nog een keer kijken. Rosa inrichten.
Inrichten betekent iets anders op een andere manier neerzetten. Je gaat het veranderen. Oefenen hoort bij Naomi. En Naomi en Rosa die buigen. Zie je, ze buigen hier voorover. Doe het zo. Rosa richt het toneel in. Inrichten, richt het toneel in. En richt Rosa het toneel in. Zie je dat vraagteken? Dus ik krijg een vraagzin en een vertelzin. Hoeven jullie alleen nog maar 2 te doen en 3 te doen. Met Naomi en oefenen en Naomi en Rosa buigen. Een vertelzin en een vraagzin bij nummer 2. En een vertelzin en een vraagzin bij nummer 3. Gaan we naar nummer 4. Lees het gesprek. Nou, dit is het gesprek. Verdeel de zinnen in zinsdelen. Dus verdeel de zin in stukjes. Doe het zo. Naomi zegt, vond je ons stuk goed gaan? Dat woord vond, streepje, je, streepje, ons stuk, streepje, goed gaan. Heb je de zin verdeeld in 1, 2, 3, 4 stukjes. Dat moet je ook doen bij nummer 2 van Rosa, nummer 3 van Naomi en Rosa, nummer 4 Naomi en Rosa en nummer 5 van Naomi. Kijk maar even. Bij nummer 2 een vertelzin en een vraagzin. Bij nummer 3 een vertelzin en een vraagzin. Nummer 4 een vertelzin en een vraagzin. En nummer 5 een vertelzin en een vraagzin. En onthoud, achter elke vraagzin schrijf je een vraagteken. Weet je nog hoe je een vraagteken schrijft? Kijk, juf tekent even lijntjes. De schrijflijntjes, hè? Oeh, dat tekent moeilijk hoor, door een camera heen. Zo, en nu moet ik een vraagteken gaan schrijven. Daar komt-ie. Puntje. Daar is het vraagteken. Weet je het weer? Goed. En dan gaan we naar het vraagteken aan het einde van de les. Hoe goed weet je nu wat een zinsdeel is? Weet je het helemaal niet? Ik weet er niks van, nog nooit gehoord. Ja, wat juf nou toch vertelt? Of zeg je, ja, soms weet ik het en soms weet ik het niet. Want de zin kan heel moeilijk zijn. Of een hele grote lach. Ik weet wat een zinsdeel is en ik kan de zin in zinsdelen verdelen. Bedenk het maar even voor jezelf. Tot de volgende keer!